Heeft vanmiddag ook de Kolstrop wielerploeg zijn troepenschouw gehouden voor het nieuwe seizoen. Kolstrop is zowat de grootste ploeg onder de kleintjes uit het Belgische peloton. Het team zit al 8 jaar in de wielrennerij en zorgt dit jaar voor de grootste West-Vlaamse inbreng op de internationale wielerwegen. 10 jaar al is Kolstrop uit het juiste wielerhout gesneden. Nu het als team begint aan zijn 8e voorjaar in het peloton, mag Kolstrop al een vaste waarde genoemd worden. Tot voor 2 seizoenen leek de ploeg te moeten afslanken, maar sinds 1998 heeft het team een nieuwe levensadem gevonden. 14 renners kunnen bij Kolstrop aan de slag, onder hen 4 West-Vlamingen. De meest opvallende verschijning is die van Frankie van Hazenbroeke. De 27-jarige spurter wou na enkele seizoenen Ipso gedemotiveerd de fiets aan de haak hangen. De voorbije winter reed hij alweer als postbode rond, maar Kolstrop reikte hem een reddingsboei. Het programma is compleet anders. Hier kregen we de kans om een keer in een buitenlandse wedstrijd te rijden, terwijl bij Ipso was het juist de kermiskoersen. Natuurlijk is het ook wel plezant die kermiskoers te rijden, maar ik vind tussendoor moet je toch af en toe een keer ronde rijden. Als je beroepsrenner bent, om juist hier in België rond te rijden, is dat... ik vind ja, beroepsrenner zijn meer dan juist kermiskoersen. De Avelgemnaar bewees de voorbije maand de juiste spirit gevonden te hebben. Tijdens rittenkoersen in Australië en Nieuw-Zeeland finishte hij al 14 keer bij de top 10. Oostendenaar Koen de Schuiter deed nog beter. Na 3 kwakkelseizoenen werd hij in de ronde van Nieuw-Zeeland zo net nog 6e. Hij krijgt bij Kolstrop nu het gezelschap van Wim van Zevenand, overgekomen na 4 jaar Vlaanderen 2002, en Tom de Smet. De ware Gemnaar is zowat de kopman in de ploeg. Vorig jaar 6e in dwars door België en dit jaar sterk in de Ster van Bessèges. Je zou je gaan afvragen wat deze 9e-jaarsprof na 5 seizoenen nog bij Kolstrop doet. Sommige keer vraag ik me dat ook af, maar je moet alles bekijken. Als ik nu verander van ploeg, kwestie van internationale ploeg, dan moet je bijvoorbeeld van nul beginnen. Dan moet je opofferen voor een meerdere kopman. En dan weekend nog Tom de Smet. Dan ga ik natuurlijk ook geen resultaten meer boeken. Met een budget van 35 miljoen wil Kolstrop het vooral doen in de kleine buitenlandse rittenkoersen en de regionale klassiekers zoals Kuurne-Brussel-Kuurne en dwars door België. En zo zijn wij dwars door het nieuws heen van vandaag. Voor meer nieuws uit de regio kan u morgen weer bij ons.